Hoi allemaal, op Instagram had ik een foto geplaatst van een soort mini cheesecakeje. En ik kreeg toen best wel vaak het verzoek om jullie te laten zien hoe ik deze maak in een DIY. Dus vandaar nu deze video. Je kunt ze maken als een cupcake, je kunt ze maken als een taart. Je kunt ingrediënten weglaten of extra toevoegen. Je bent er weer helemaal vrij in. Ik ga net als bij de vorige DIY's gewoon weer samen met jullie door het recept heen. Hoe je het moet maken, wat je nodig hebt. Dus doe lekker mee. Doe vast de duimpjes omhoog als je dit leuk vindt. En ja, ga lekker aan de slag. Veel kijkplezier en succes! Voor de bodem, de vulling en de decoratie heb je Oreo koekjes nodig. Dus één pak is voldoende, maar je kunt er ook twee gebruiken als je wat meer wilt toevoegen. De basis van de cheesecake bestaat uit roomkaas, gewoon naturel of monchou. Maakt niet zoveel uit. Je hebt ook nodig suiker, bruin of wit maakt ook niks uit. Crème fraîche, bloem, witte chocolade, twee repen of drie of vier of wat je maar wilt. Een citroen. Frambozen uit de vriezer is ook prima. Dan nog vanillearoma, de smaakstof of gewoon verse vanillestokjes. En eieren. Nou, wat hebben we behalve de ingrediënten nog meer nodig? Een bakje, een rasp, een spatel en een opscheplepel of iets anders. Verder een bak of een kom, een garde of een mixer. Een taartblik of cupcakevormpjes, maar ook een cupcakeblik. Een weegschaal of een maatbeker. En je telefoon is ook wel heel erg handig, want dan kan je deze video erbij houden. Zo, even het beeld versnellen en we kunnen gaan beginnen. Je schept gewoon alle roomkaas in je kom. En dan heb je dus, als je vier bakjes van 200 gram hebt, zoals ik, dan gebruik je van het laatste bakje 3/4 deel. Dan roer je alles even goed door of mix je het met een mixer. Dat het een beetje glad en toch luchtig is. Het gaat er gewoon om dat het een beetje een mooie massa wordt. Dan gaan we gewoon één voor één de ingrediënten toevoegen en steeds één voor één doorroeren. We wegen eerst even de suiker af, dat is dus 150 gram en die roeren we er doorheen. Dan voegen we 2 eetlepels bloem toe. Ik doe dit gewoon een beetje op gevoel en roer het er ook weer doorheen. Dan voeg ik 1 theelepel vanillearoma toe, dat is gelijk aan gewoon een scheutje. Nu heb je dus je halve citroen nodig, want we gaan de schil raspen en dat roeren we er helemaal doorheen. Je kunt ook minder schil toevoegen, meer wat jij lekker vindt. Het kan dat je de combinatie met witte chocolade niet heel erg lekker vindt, dus je kunt het ook weglaten natuurlijk. En nu hebben we in totaal 5 eieren nodig en een bakje. We splitsen de eieren, want van 2 eieren hebben we alleen de dooier nodig. Oh, dat ging dus niet helemaal goed en dat lukte niet. Oké, nou, dat wordt een omeletje, hoef ik het ook niet te verspillen. Zo, er gaat de tweede eierdooier en dan doe je gewoon nog 3 hele eieren door je mix heen. En dan roer je het even heel erg goed door. Dit moet je wel echt goed doen, want de dooiers moeten natuurlijk helemaal geplet worden en mooi meegaan in de massa. Je ziet dat het hierdoor het beslag ook wat dunner wordt. Als laatste voegen we de 125 gram volle crème fraîche toe. Dat is dus een half bakje, als je zo'n groot bakje gebruikt, net als ik. En die roer je er ook doorheen. Je roert gewoon goed genoeg totdat het helemaal in de massa is opgenomen. Langer roeren dan dat is niet nodig. En ja, dan kan je de Oreo stukjes gaan toevoegen. Doe gewoon lekker zoveel als je wil, zoveel als je hebt. Het is hartstikke dik, de massa. Dus het is niet zo dat alles naar de bodem gaat zakken of zo. Het mengt zich gewoon helemaal, ja, er goed doorheen. Dus doe zoveel als je wilt. Wil je lekker veel stukjes erin, doe dat dan. Wil je het meer een beetje als een surprise laten, doe dan wat minder. Dan is het tijd om de witte chocolade toe te voegen. Ik was eventjes vergeten dat het eigenlijk nog lekkerder is om de chocolade te smelten. En het dan gewoon als een egale massa door je mix heen te roeren. Maar je kunt het ook gewoon in stukjes doen zoals ik hier doe. Dat was eigenlijk ook wel lekker, want dan heb je steeds zo'n chocolade bite als je een hapje van je cheesecake neemt. Dus doe gewoon lekker wat je zelf wil en ik heb 1 hele reep gebruikt voor de mix. Dan kan je je framboosjes door de mix heen gaan doen. Dit hoef je ook niet te doen. Je kan het ook alleen als topping gebruiken. Gewoon weer wat jij wil. Hiervoor kan je makkelijk bevroren frambozen gebruiken. Voor de topping is het wel leuk als je verse gebruikt, maar ja, hierbij had het echt niet gehoeven. Dan gaan we beginnen met de bodem van de cheese cupcakes. Dat is super simpel. Het is namelijk gewoon een kwestie van een Oreo in een vormpje neerleggen. En dat is dan je bodem. Dus geen gedoe. Lekker makkelijk en super leuk. Want als je hem opensnijdt, dan zie je heel mooi die Oreo op de bodem zitten. Nou, tot nu toe ging alles helemaal goed en perfect. En kan je alles letterlijk overnemen. Maar nu ga ik de cupcakes vullen. En ik was niet echt super goed voorbereid, want ik had maar een paar papieren vormpjes. En eigenlijk was ik van plan om een vormpje in een cupcakeblik te zetten. Want daardoor staan je vormpjes gewoon goed stevig en blijven ze mooi rechtop staan. Want zoals je ziet,
ben ik ze aan het vullen en lopen ze helemaal uit. En ja, het kan dus gewoon niet in een papieren vormpje, ook al doe je er 6 op elkaar. Je hebt echt een cupcake vorm nodig. En als je dat dus niet hebt, dan raad ik je aan om gewoon een taart te maken. En dan kan je niet een Oreo koekje op de bodem leggen zoals ik dat hier doe. Dat kan alleen als je cupcakes maakt. Als je echt een lekkere dikke bodem wil, zou ik wel 2 rollen kopen. Die koekjes moet je dan allemaal heel erg fijn malen met de hand of in een keukenmachine. En daar voeg je dan 100 gram ongeveer gesmolten boter aan toe. En dat maak je helemaal tot een goede mix. En daarmee vul je de bodem van het taartblik. En dan moet je het heel erg goed aandrukken. En dan zet je het voor 10 tot 15 minuten in de oven op 180 graden. Nou, zoals je kunt zien ben ik hier bezig met de topping. De witte chocolade doe je namelijk al op de cheese cupcakes voordat ze de oven ingaan. Want daardoor krijgen ze een heel erg lekkere structuur. Het wordt een beetje gebakken en wat korreliger. En het smaakt heel anders dan gewoon een stukje witte chocolade. Dus doe dat vooral. En dan zet je je vormpjes of je cakeblik op een ovenrooster. En dan gaan ze de oven in. Nou, nu moet je oren even extra goed open houden. Want je taart of je cake gaat nu de oven in op 200 graden. Maar dit is maar voor 15 minuten. En als je nou een taart maakt, dan raad ik je aan om dat ongeveer 25 minuten te doen. Want ja, alles moet dan net ietsjes langer, omdat het natuurlijk iets meer tijd kost om gaar te worden. En na die 15 of 25 minuten verlaag je de oven tot 100 graden. Sinds ik op mezelf woon heb ik nog nooit deze cheesecake gemaakt. En ik kwam er dus achter dat mijn oven maar tot 140 graden gaat. Dat is de laagste stand. Maar dat was helemaal prima, want dat heb ik gedaan. En het is gewoon helemaal goed gelukt. Dus zet hem op de allerlaagste stand. En dan bak je hem nog een uur. Nou, de taart moet je er dus ietsjes langer in houden. Ik zou hem maximaal 1,5 uur in de oven zetten. Houd gewoon een beetje in de gaten. Pak een satéprikkertje en prik in je cheesecake. Als hij een beetje korrig is, is hij goed. Als je hem iets langer laat bakken, is het ook niet erg. Dan wordt hij gewoon iets meer baked. Als je hem iets korter doet, is het ook niet erg. Hij is gewoon gaar. Dan is hij wat zachter. Dus kijk gewoon eventjes, houd in de gaten en het lukt vast wel. Nou, als het klaar is met bakken, laat hem dan nog eventjes een uurtje in de oven staan met het deurtje open, zodat hij goed lekker kan afkoelen. En daarna is het belangrijk dat je hem zeker wel 12 uur in de koelkast zet, want dan krijgt hij echt een goede stevige structuur. En hoe langer je hem eigenlijk laat staan, hoe lekkerder die wordt. Zoals je kunt zien heb ik hem gedecoreerd door halve stukjes Oreo in de taart te prikken en er framboosjes op te leggen. En ja, daardoor ziet het er heel erg leuk uit. Weet je ook een beetje wat je kan verwachten als je een hapje neemt en is het gewoon super mooi. En dit zijn de cupcakejes geworden. Ik vind ze wel stukken minder mooi dan dat ze normaal zijn als ik ze maak. Maar ze waren alsnog gewoon heel erg lekker. En ik raad jullie ook echt aan om dit te gaan maken. Want het is echt heel erg lekker als je van cheesecake houdt. Vond je dit nou een leuke video? Doe even de duimpjes omhoog. Laat vooral een reactie achter als je meer DIY's wil zien en wat voor DIY's. En als je dit gaat maken, stuur me alsjeblieft een foto op Instagram van het eindresultaat. Want daar word ik heel erg blij van. En nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video alweer. Ik ben heel erg blij dat jullie naar mijn video's kijken en ik maak ze met heel veel plezier en liefde. Dus graag tot de volgende video. Doei doei!